video ga ik je de swatches laten zien van de nieuwe C&D Gillette collectie. Dat is de Art Vandal collectie. En daarin zitten 6 nieuwe Gillette kleuren. Je ziet ze hier al staan. Het zijn 6 mooie, felle, sprekende kleuren. Erg leuk voor de komende zomermaanden of het voorjaar. Maar eigenlijk kunnen ze altijd wel. Er zitten wat verschillende kleuren roze en paars in. Een hele mooie blauw en groen. En een beetje een neutrale bronskleur. Erg uiteenlopende kleuren, dus zo zit er voor iedereen wel een geschikt kleurtje bij. En natuurlijk laat ik ook alle swatches even aan jullie zien. Voorbij zien komen. Van alle kleuren heb ik 2 laagjes aangebracht en dan is de kleur echt perfect dekkend. De Gillette moet uitharden in een speciale UV-lamp van C&D Gillette of in de LED-lamp van C&D Gillette. Na de 2 kleuren heb ik natuurlijk ook nog de topcoat aangebracht. Ik vind de kleuren erg mooi, ze zijn super dekkend en vooral die felroze vind ik echt heel erg leuk. Ik denk dat die het heel goed zal gaan doen deze zomer. Dan heb ik hier ook nog de ring met alle Gillette kleuren die ik in de salon heb. En ik zal deze er even bij houden om te kunnen vergelijken hoe de kleuren zijn. Ik heb niet alle kleuren, maar ik heb er wel een heleboel. Dus dan kun je in ieder geval een klein beetje vergelijken. Ik zal beginnen met deze blauwe. Dit is Gigi Teal. En dit is een hele mooie felblauwe kleur. Nu heb ik een aantal verschillende blauwe kleuren. Maar er is er eigenlijk geen één die erop lijkt. Hier zitten de blauwe, hier heb ik een hele donkere blauwe, Midnight Swim, Peacock Plum. Nou, je ziet duidelijk dat niks er eigenlijk op lijkt. De enige die een klein beetje in de buurt komt zijn deze misschien. Maar ze zijn echt totaal anders, dus ik ben hier super blij mee. Het is echt een hele andere kleur, lekker fel. Dus wat mij betreft een uniek kleurtje, maar misschien dat er wel een andere blauwe kleur in de standaard collectie al zat. Dat weet ik niet, maar ik heb hem in ieder geval nog niet. Dan hebben we Untitled Bronze. En dit is een mooie bronskleur. Ook deze lijkt nog niet op de kleuren die ik al heb. Hier heb ik wat roze tinten. Nou, je ziet duidelijk dat die anders is. Hier heb je wat van die donkere nude kleuren. Die lijkt er qua tint wel wat op. Maar hier zit een hele mooie shimmer en een klein glittertje in. En ook Chiffon Twirl lijkt er totaal niet op. Die zijn veel lichter. Dus ook deze is vrij uniek bij mijn kleurtjes. Dan heb ik deze. Dit is Mauve Maverick. En deze lijkt dan het meest op Bekoning Begonia of zoiets. Ik heb geen idee hoe je dat moet uitspreken. Maar die lijkt er wel een beetje op. Alleen in die andere zit dus wat meer glans. Nou, dit is Winter Glow. Die is echt veel lichter. Ik dacht eerst dat ze misschien een beetje op elkaar zouden lijken. Maar het is echt totaal anders.
En hier heb ik Rosebud. Dat is ook heel anders. Salmon Run. Dus ja, ook vrij uniek in mijn collectie. Dus ik ben hier ook heel blij mee. Een totaal andere kleur. En ik weet dat heel veel meiden deze kleur leuk vinden. Dit is Magenta Mischief. En ook dit is een leuk kleurtje. Deze is wat meer donkerroze paars. Dus dan moet ik helemaal aan de andere kant van de ring zijn. Hier zitten meer de donkerroze en de paarse kleurtjes. Maar ook hier is weer niets wat er heel veel op lijkt. Ja, Tutti Frutti is ook een beetje zo'nzelfde finish met zo'n, ja, zo'n glans. Maar het is een heel andere kleur. Die is natuurlijk veel rozer, terwijl deze wat meer paars is. En ik had nog niet heel veel paarse kleuren in mijn collectie. Ja, hier, maar dit is weer heel anders. Dus nee, ook deze is lekker uniek, dus ik ben er heel blij mee. Dan hebben we deze knalroze kleur en dit is Future Fuchsia. Future Fuchsia. Deze lijkt ook het meest op Tutti Frutti, denk ik. Maar die nieuwe is echt veel feller. Dus ik weet niet of je het zo goed kan zien. Hij lijkt wel een beetje op deze roze tinten, maar ja, hij is toch echt wel anders. Dus zeker een leuke aanvulling. Tot slot de groene Art Basel. En daarvan weet ik zo al te vertellen dat ik niets heb wat daarop lijkt. Want ik heb namelijk maar één echte groene. Dat is Mint Convertible. Dat is de mintgroene. En dan heb ik Hotchkey to Totchkey. Die is een beetje blauwgroen. Dus ja, ook niets wat daarop lijkt. Dus ook deze vind ik heel erg leuk. Groen wordt niet zo heel veel gekozen bij mij in de salon. Maar het is wel een geweldige kleur. Dus wie weet vinden dames het ook wel leuk om deze uit te proberen. Ik ben er in ieder geval blij mee. En zo heb je dus alle kleurtjes voorbij zien komen. Ik ben benieuwd wat je van deze collectie vindt. Natuurlijk is er van deze collectie ook een Vinylux verkrijgbaar. Dus dat zijn de nagellakken. Deze producten zijn verkrijgbaar bij beautyxl.nl. Zij verkopen onder andere alle C&D producten. Ik hoop dat je het leuk vond om deze video te zien. Ik ben heel benieuwd welke kleur jij het allermooist vindt. Laat het even weten bij de reacties hieronder. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. Doe even je duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik je graag weer in de volgende video.